geeft echt hele mooie winterse wangetjes. Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Sarah en vandaag ga ik mijn everyday make-up routine voor de winter laten zien aan jullie. Ik dacht, dat is echt lang geleden dat ik een soort make-up routine heb laten zien. En ik vind het wel leuk om die weer eens met jullie te delen. Want ik zat laatst te kijken in de producten die ik voor me had liggen en er zijn er wel een aantal gewisseld. Wel is de primer nog steeds hetzelfde. Dat is deze, de Master Prime Illuminating Primer van Maybelline. Vind ik gewoon echt een mega fijne primer. Hij is bijna op, maar ik blijf hem vol met liefde gebruiken totdat er echt niks meer uitkomt. Hij ruikt zo lekker en hij voelt echt heerlijk hydraterend aan. Mijn foundation heb ik wel recent omgewisseld. Ik heb twee favorieten, de Fit Me van Maybelline en deze. Die had ik een tijdje niet meer gebruikt. Dat is de Clinique Even Better Glow Foundation. En dat is zo'n fijne foundation. Hij heeft een heel erg hydraterend effect. En het is ook best wel goed voor je huid. Voor zover een foundation er goed voor kan zijn. En omdat ik eigenlijk best wel tevreden ben over de conditie van mijn huid. In de winter is het normaal gezien echt een stuk slechter. Heb ik nog veel meer donkere verkleuringen onder mijn ogen. En is het allemaal gewoon wat grauwer. Dacht ik van, goh, dan kan ik beter deze gebruiken. Die is net nog wat meer sheer ook. En ja, ik vind het wel weer fijn om weer eventjes wat anders te doen. Dus dit is eigenlijk wat ik de afgelopen maand heb gedragen. Ik denk dat ik in december hier echt mee ben begonnen. De kleur die ik gebruik is Alabaster. Dat is een wat lichtere kleur, maar niet heel erg licht. Maar ze hebben online zelfs nog een veel uitgebreidere range dan ze bijvoorbeeld hebben bij de winkels. Ik moet zeggen, het kan ook komen doordat ik de laatste tijd wat vaker no make-up day heb. Of dat ik echt pas heel laat op de dag een likje make-up opdoe. Ik denk dat mijn huid daardoor wel wat meer rust krijgt ook. Dat zou er ook mee te maken kunnen hebben dat mijn huid ietsje beter is. Maar als ik make-up draag, dan draag ik eigenlijk wel altijd foundation. Dat maakt het voor mijn gevoel dan wel echt compleet. Maar dan vind ik het dus wel fijn als het zo'n soort foundation is als deze. Ik bedoel, ik zie nu gewoon nog mijn poriën en nog wat littekentjes. Maar dat vind ik allemaal niet zo'n probleem. De concealer die ik echt super fijn vind in combinatie met deze foundation is een oude favoriet. De Liquid Camouflage Concealer van Catrice. En ik gebruik de allerlichtste 005 Light Ivory. Dat komt ook doordat deze foundation is gewoon precies mijn huidskleur. Misschien zelfs, het is eigenlijk gewoon precies goed. Maar ik draag heel vaak ook wel eens echt een lichte foundation. Maar deze is gewoon goed. Dus dan kan ik er goed mee wegkomen om de concealer lekker licht te doen. Krijg je echt dat highlightende effect. En dat vind ik wel heel erg mooi. En die breng ik onder de ogen vrij royaal aan. En dan breng ik hem ook nog aan bij de hoogste punt van mijn gezicht. Dus tussen mijn wenkbrauwen. Daar heb ik ook vaak last van wat roodheden. Net als bij mijn neusvleugels. Neusbrug en mijn kin. Omdat daar wat littekentjes zitten die wat sneller naar voren komen. Meestal doe ik dat ongeveer op deze manier. Mijn neus wordt heel snel rood in de winter, maar ik weet niet of je het ziet. Ik heb expres niet te veel product aangebracht, want ik krijg ook snel last van een beetje velletjes. Dus dat is iets waar ik gewoon maar vrede mee moet hebben in de winter. Maar hoe meer product ik erop doe, hoe lelijker dat zeg maar wordt. Dus daar probeer ik niet al te veel van aan te brengen. En dat blend ik ook weer in met mijn Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Deze gebruik ik altijd voor mijn foundation en mijn concealer. Of tenminste, ik wissel heel soms af, maar bijna altijd. Ik maak hem dan even licht vochtig onder de warme kraan. Het leek me ook leuk om in deze video even wat minder te knippen. Dat je echt ook een idee hebt hoe lang het duurt. En nou moet ik alsnog zeggen, ik let natuurlijk op dat ik scherp in beeld ben. En ik neem daardoor, doordat ik het ook uitleg en zo, automatisch al wat meer de tijd dan als ik me gewoon zou opmaken. Maar goed, ik moet wel zeggen, ik hou er wel van als ik er een beetje de tijd voor heb. Ik zet liever mijn wekker dan ietsje eerder als ik me moet klaarmaken. Dan dat ik zeg maar heel erg moet haasten. Ik weet niet, dat vind ik niet zo fijn. Dan is het tijd voor poeder. En ik gebruik deze losse poeder van Maybelline, de Master Fix. Komt echt al een heleboel uit. Dus dat betekent dat er, dat dacht ik al, een heleboel boven de gaatjes ligt. Meestal breng ik een deel over in het deksel. En eigenlijk gebruik ik ook mijn spons daarvoor. Ik vind het juist wel fijn dat die licht vochtig is. Ik heb het idee dat het dan gewoon echt goed je concealer erin duwt als het ware. Dat het echt heel mooi blijft zitten. En ook dat het niet zo'n poedereffect geeft als dat je het gewoon droog zou aanbrengen. Dus
begin altijd onder de ogen. En wat ik over heb, verdeel ik over de oogleden. Heb je ook gelijk een soort basis. En dan ga ik een beetje naar mijn neus. Echt mijn T-zone eigenlijk. Die glimt bij mij namelijk wat sneller. Dus dat vind ik dan wel prettig als ik die een beetje kan matteren. En dan pak ik gewoon een fluffy poederkwast. Doe ik nog een klein beetje van de rest van de poeder op. En dat breng ik zeg maar aan over mijn wangen. En het zijkant van... De zijkant van mijn voorhoofd. Omdat die niet heel snel glimmen. Dus dan vind ik het ook niet echt nodig om heel veel poeder daar aan te brengen of zo. Ik heb het dan liever allemaal wat luchtiger. Dus dat. Vroeger was het eigenlijk standaard voor mij om na deze stap verder te gaan met de wenkbrauwen. Ik vind dat ook wel fijn voor het zicht dat mijn wenkbrauwen gedaan zijn. Maar ik ben erachter dat ik het toch prettiger vind om eerst bronzer aan te brengen. Vooral als ik namelijk hier zo bronzer aanbreng bij de tempels. Dan vind ik het irritant als je wenkbrauwen weer door de war raken. Dus ik voel me gewoon wat fijner en wat vrijer in de bewegingen met mijn bronzerkwast als ik het ervoor doe. En ik gebruik dit kitje van Maybelline ervoor op het moment. Dit is de Master Bronze. En ik maak meestal een mixje van de middelste twee. Het zijn hele fijne zachte poeders. En de laatste tijd gebruik ik ook een nieuwe kwast. Dat is de F4 van MUA. Deze. Ik vind dit gewoon echt een fijne vorm om bronzer aan te brengen. En het is echt een heerlijke kwast. En dan begin ik bij mijn jukbeenderen. Daar wil ik eigenlijk altijd de meeste bronzer. In het begin raak ik eigenlijk heel zachtjes mijn huid aan. En daarna als ik denk, oké, nu zit het er ongeveer goed op, dan druk ik een beetje. Omdat ik dan juist ook een beetje de randjes vervaagd krijg en zo. Ik vind ook altijd wel lekker staan om nog een beetje hier zo aan te brengen. Ook al heb ik dat niet echt nodig voor het optische beeld van een korter voorhoofd. Want dat heb ik al best wel. Maar het staat gewoon altijd wel lekker sunkist. En dat vind ik ja, ook gewoon prima in de winter. Maar daarom kies ik wel voor een redelijk matte bronzer. Ik hoef niet echt zo'n mega bruine glow of zo op mijn gezicht, snap je? En dan haal ik hem nog een beetje langs het puntje van mijn neus. Zodat hij niet zo gek wit afsteekt bij de rest. Ik ben al best wel een perfectionist met bronzer. Ik vind hem hier nu nog iets te heftig aan de bovenkant. Dus dan ga ik nog even met een kwastje waar eigenlijk niks op zit. Dat is eigenlijk een poederkwast. Ga ik even langs die bovenkant. Ja. Wat ik ook vaak doe, dat is misschien een tip. Als je vaak hebt dat je bronzer per ongeluk te laag komt. Daar heb ik ook wel eens last van. Tegenwoordig zet ik hem gewoon hoger dan waar ik denk dat het moet. Dus echt ja, wat meer hier zo dan echt in die inkeping. En dan merk je toch dat het snel al een beetje naar beneden blendt. Dan kan je het boven vervagen en dan... Ja, ik vind nu dat het wel ongeveer op de goede hoogte is gekomen. Ik heb het ook liever iets hoger dan dat het wat lager zit, als het ware. Dat staat gewoon wat flatterender en wat energieker of zo bij je gezichtsvorm. Dan nu wel wenkbrauwen. Yes, toch wel heel erg fijn. Die borstel ik eerst gewoon even door. En ook daarvoor ben ik eigenlijk weer teruggeswitcht naar een oude favoriet. Dat is gewoon simpelweg poeder. Het is de Catrice Eyebrow Set. En het is ook nog eens heel betaalbaar. Uiteraard, het deksel is er al af. Ja, de verpakking is dan ook niet heel erg goed. Maar goed, dat vind ik dan niet zo'n probleem. Want de poeders zijn verder niet zo breekbaar of zo. En ik gebruik eigenlijk altijd de lichtste kleur. Heel soms voor wat kale plekjes een beetje van de donkere. En dan gebruik ik een dun afgesneden kwastje. Ik gebruik er eentje van MAC. Het is er allemaal al afgesleten, maar uit mijn hoofd is dit de 108 zou kunnen, de Angled Eyebrow Brush. En ik vind het prettig om dat kwastje even vochtig te maken met de MAC Fix Plus. Zodat het toch niet een heel droge poeder is, maar je net wat meer dat waxy effect krijgt wat bijvoorbeeld een deep brow heeft. Het zit er dan precies tussenin. Ik vind dat gewoon de laatste tijd een hele prettige manier eigenlijk. En mijn wenkbrauwen doe ik op een natuurlijke manier. Ik zet eerst even de lijn onder, waar het gewoon best wel kaal is. Daarna duw ik als het ware het kwastje tegen die lijn aan de onderkant. En die duw ik omhoog. Dus ik vaag hem uit naar boven. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het begin van je wenkbrauw niet te hard is. En ook dat je die harde lijn niet meer zo ziet. Ik vind het niet echt nodig om dan weer nieuw poeder te pakken voor de aanzet, zeg maar. Dus dat doe ik ook hier zo. En soms als ik vind dat ik toch nog ergens een beetje te hard product heb, dat is in deze wenkbrauw, is het kwastje nog wel erg nat, ga ik gewoon weer even met dat kammetje erdoorheen en dan kam je eigenlijk het overtollig poeder wel weer weg. Of in ieder geval dat het zich verspreidt.
En ik denk dat ik er zo wel oké mee ben. Deze vind ik mooier dan die. Bij mij lukken mijn wenkbrauwen nooit perfect. De ene dag zijn ze subtieler dan de andere dag. Maar ik ben er best wel oké mee eigenlijk. En dan gebruik ik een transparante wenkbrauwgel. Deze is gewoon van Hema. Gebruik ik al jaren. Of tenminste, ik koop hem wel af en toe opnieuw. Maar hij zit wel echt al jaren in mijn routine. Eigenlijk combineer ik hem met ieder mogelijk wenkbrauwproduct wel. Als finish, zodat je de haartjes echt de kant op kan kammen die jij wil. En dat ziet er allemaal dan weer net wat, hoe zou je het zeggen, gepolijster uit, zou ik zeggen. Tegenwoordig wissel ik ook nog best wel qua ooglook. Dus daarom vind ik het ook weer fijner om eerst blush en highlighter aan te brengen. En dan te denken van, goh, waar heb ik nog zin in voor mijn ogen? Dus dat is ook weer een beetje een andere volgorde. Dus we gaan eerst verder met blush. En daarvoor heb ik ook weer een gehavend product. En tevens echt een oude favoriet. Ik denk in 2015 droeg ik deze ook heel veel. Dit is de Blush Seductive Pink van Max Factor. En volgens mij verkopen ze nog steeds wel deze blushes. En deze vind ik in de winter ieder jaar echt weer prachtig. Het is een hele mooie berry-achtige tint. En ja, het heeft een soort subtiele glans. Het geeft echt hele mooie winterse wangetjes. Zonder dat het Barbie roze is. Ik hou er echt van. Hij lijkt heel intimiderend donker in de pen. Maar ja, zoals je wel ziet waarschijnlijk. Ik kan hem ook gewoon prima hebben als je gewoon niet te veel in één keer aanbrengt. En dat doe ik wat meer gefocust op de appeltjes van mijn wangen. Maar ik blend het wel eigenlijk uit ongeveer waar ja, de bronzer zit. De bronzer zit er net iets onder. Maar het loopt altijd weer een beetje in elkaar over. Ga ik ook weer een beetje langs mijn neus, mijn voorhoofd. Een beetje kleur, dat doet een mens nooit kwaad. Highlighter draag ik ook iedere dag. En eigenlijk draag ik het meeste van de dagen gewoon Soft & Gentle van MAC. Dat is deze. Die staat gewoon altijd mooi. Vind ik nooit too much. Maar valt wel voldoende op. Dit is ook gewoon al mijn tweede product van Soft & Gentle. En die focus ik vooral natuurlijk op de jukbeenderen. Blend ik dan al een beetje. Ik weet niet of je dat ziet in een soort curve omhoog. Ziet er optisch altijd wel mooi uit. Cupido boogje. Puntje van de neus. En sinds kort van Lotte geleerd. En Lotte van Nicky misschien. I don't know. Hier zo. Dat brengt ook dan dit iets meer naar voren. En bij mij vind ik altijd ja, die deuk best wel heftig of zo. En dan met mijn vingers doe ik ook alvast gelijk de binnenkant van mijn ogen. Als ik dan geen bijzondere ooglook maak, heb ik toch daar al een soort klein highlightje. En ik breng het dan ook nog subtiel aan hier zo bij de arch van de wenkbrauw. En ook eronder. Niet iedereen houdt van glans onder de wenkbrauwen. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ook al schijnt het heel erg 90's of 80's of zo te zijn. Dan hoef ik in principe niks meer aan mijn gezicht te doen. Dus dan kan mijn haar gewoon weer lekker normaal hangen. Zonder dat haarbandje zo naar achter. En ik wissel dus enorm tussen wel eyeliner, geen eyeliner. Alleen eyeliner of oogschaduw en eyeliner. Of alleen oogschaduw. Alleen mascara doe ik ook wel eens. En dan bijvoorbeeld alleen wat bronzer eventueel in de arcadeboog. Het kan van alles zijn. Ik ga het vandaag lekker simpel houden. Maar ik ga wel even wat oogschaduw aanbrengen. Ik gebruik het Modern Renaissance Palette heel vaak. En dan ga ik een beetje voor deze hoek. Dus echt de wat zachtere tinten. En ik gebruik ook de laatste tijd weer het Naked 3 palet best wel vaak. Dat vind ik ook mooi als ik zoiets draag als nu, dus grijs. En dan gebruik ik de wat zachtere roze tinten soms een beetje deze kant op. Maar niet helemaal naar het diepe. Op alledaagse basis tenminste. Ik zal nu de meest uitgebreide versie doen die ik wel eens doe. Ik denk dat dat namelijk het interessantste is om te zien. En voor de rest kun je dus vanzelf bedenken welke dingen je zou kunnen weglaten als je een van mijn andere everyday winter looks wil doen. Als ik wel oogschaduw aanbreng, doe ik toch ook nog een beetje van mijn MAC Paint Pot. Die zorgt er gewoon voor dat de oogschaduw wat langer mooi houdt. En gevoelsmatig ook mooier aanbrengt. Sinds ik acrylnagels heb, gebruik ik heel wijs een kwastje om dit aan te brengen in plaats van mijn vingers. Want dat wordt zo'n kliederboel. Dat is zo vies als dat onder je nagel komt. En vervolgens dan spreid ik het wel even uit met mijn vinger. Vandaag ga ik voor Naked 3. En ik ga niet per se alle kleuren uitgebreid opnoemen of laten zien. Maar ik denk dat jullie wel een beetje een beeld krijgen van de look terwijl ik het opdoe. Ik begin meestal met een beetje een matte tint in de arcadeboog. Ik heb dus niet eens echt een basiskleurtje gedaan. Want het wordt zo zacht dat dat ja, niet zo nodig is. Ik vind deze heel erg mooi. Dit is een beetje een mauve kleur. Zo, dan heb je toch al iets van schaduw en definitie eigenlijk.
Dan heb ik een combi van de twee lichtroze tinten die shimmer bevatten. En die breng ik op het ooglid aan. Als je dat vergelijkt met heel veel palettes van nu, dan is deze glitter zo subtiel. Maar goed, NYX 3 is ook best wel lang geleden uitgebracht. En ik vind dat nu eigenlijk wel prima voor de look die ik voor ogen heb. Maar soms denk ik wel eens, oh ja, toen was dit echt nog heel erg goed. Maar nu zouden ze die kleuren waarschijnlijk veel glitteriger maken, soort van. Het is toch grappig hoe dat dan weer zo verandert ook. Wat natuurlijk gewoon de trend en de consumentenbehoefte is eigenlijk. Dan pak ik net een iets diepere matte tint. Maar wel heel erg in dezelfde kleurrange. En die gaat in de buitenste ooghoek. Dan krijg je toch een beetje dat smoky effect. En als ik eyeliner aanbreng, dan vind ik het wel leuk als je dan iets meer diepte al hebt in je ooghoek. Deze blenden allemaal wel echt heerlijk hoor. Fijne oogschaduws. Je hebt het zo op je oog, zoals je ziet. En dan om die glitter en dat mat nog net wat mooier te laten overlopen. Ik vind dat dat dan wel beter kan, weet je wel. Pak ik ook een iets donkerdere glittertint. Meestal een combi van donkerroze en een soort van, bruinachtig. Kijk, zo'n glanskleur en die doe ik dan gewoon hier. Mocht je echt benieuwd zijn naar alle kleurnamen, ik zal ze even uitschrijven hieronder in de beschrijving. Want stel je hebt hetzelfde palet, dan kan ik me wel voorstellen dat dat leuk is om misschien te kijken of je het kan namaken als je het mooi vindt. Die donkerste matte kleur gaat ook aan de buitenkant onder het oog. Wordt er toch een mooi geheel van. En de matte crème tint gebruik ik nog even om het hier een beetje op te schonen. Soms heb ik ook wat fallout en die haal ik dan heel simpel even weg met mijn poederkwast. En dat gaat heel makkelijk omdat ik het goed heb afgepoederd onder mijn ogen. Dus dan blijft er niks plakken. Dus dat is wel heel erg fijn. De volgende stap is altijd het krullen van mijn wimpers. Ook als ik eyeliner draag, krul ik eerst mijn wimpers. Zodat ik de eyeliner niet meer hoef te beschadigen door met zoiets er langs te komen. Zoals ik al zei, ga ik nu wel eyeliner aanbrengen. Want ik wil even de meest complete look laten zien. En mijn favo eyeliner is de Kat Von D Tattoo Liner. Echt fantastisch. Niet verkrijgbaar in Nederland, helaas. Wel in Duitsland bijvoorbeeld, maar ook online. En deze blijft zo lang goed. Ik heb nog steeds mijn allereerste. Die heb ik nu vanaf vorig jaar november. En ik draag best geregeld eyeliner. Ik heb wel een backup klaar liggen, want ik merk wel dat die iets minder zwart wordt. Maar het doet nog steeds heel goed. Eyeliner vind ik altijd mega lastig om te doen voor camera. Want dan zit ik er anders voor, zeg maar. Dan heb ik de spiegel onder me. En ik ben nu dus ook alweer uitgeschoten, dus dan wordt hij maar wat dikker. Normaal gezien loopt het dus iets minder opeens zo bol hier. Maar goed, ik moest het lijntje wat verdikken. En als ik het aan de binnenkant zo dik maak, is het ook echt niet mooi. En daarna breng ik nog altijd een huidskleurig oogpotloodje aan op de waterlijn. Ik vind dat zo mooi fris. En daarvoor gebruik ik eigenlijk een brow lifter en highlighter van de HEMA. En dan gebruik ik die matte kant daarvoor. Maar ondanks dat hij dus niet bedoeld is voor de waterlijn, pakt hij daar echt vet goed op. Dat is best wel bijzonder, want soms zijn zelfs de potloodjes die daar speciaal voor zijn ontworpen echt dat je ze helemaal niet terugziet. En dan gaan we door naar mijn allerfavoriete mascara, de Lash Sensational Waterproof van Maybelline. Ik heb er twee, omdat eentje echt gewoon bijna op is. Maar ik vind dat dan toch fijn of zo om aan het einde even met die bijna op is er doorheen te gaan. En als ik mijn wimpers van mascara voorzie, dan duw ik mijn wimpers altijd tegen het borsteltje aan. Dat idee dat ze dan nog wat meer omhoog worden geduwd. Die wimperkruller doet natuurlijk ook wel het werk. Maar ik voel dan gewoon wel echt alsof je... Ik vergelijk het altijd met je haar krullen of stylen, weet je wel. Je zet gewoon een beetje weerstand. En dan voel je dat ze automatisch ook meer omhoog gaan staan. En daar hou ik wel heel erg van. Die hele open blik die het je dan geeft. En het borsteltje is zo'n siliconen borsteltje. Dus het is hard. Met eigenlijk plastic haartjes in plaats van zachte haartjes. Waardoor je hem echt goed kan afvegen zonder dat er overtollig product op zit. En waardoor die ook vrij klein is. Dus je kan ook goed bij de haartjes aan de binnenkant en aan de buitenkant. En daarnaast heeft hij ook nog een halve maanvorm. Dus dat volgt eigenlijk een beetje de lijn die je ogen ook volgen. En de onderste wimpers doe ik altijd. Niet iedereen doet dat. Doe jij dat? Ik ben wel benieuwd.
ik weet niet, ik heb blonde wimpers natuurlijk. Dus ik vind het wel fijn als je ze een beetje ziet. Maar ze hoeven niet een mascara effect te hebben. Maar gewoon, ja, dat laatste laagje. Zo. En dan doen we nog een klein laagje van de drogere mascara. En in plaats van dat ik heel erg op de aanzet focus ik dan wat meer bij de puntjes. Dus dan zigzag ik hem vaak een beetje door mijn wimpers heen. En dan zie ik vaak dat er nog een kleine verlenging ontstaat. En dat is mijn hele mascara-tactiek. Dan is het tijd voor de lippen. En lipproduct varieert iedere dag. Maar een beetje de tinten waar ik voor ga is vaak of een beetje dat oud roze of een beetje dat bruin nude-achtige. Op het moment vind ik een nieuwe liquid lipstick van NARS heel erg mooi. En dat is de kleur Somebody to Love. En dan vind ik het fijn om eerst even een lip liner aan te brengen. Omdat dat gewoon een goede richtlijn is. En dit is de kleur Spice van MAC. Ik vind dit wel heel erg mooi staan bij de ooglook. Ook al is dat roze, het is toch ook wel met wat warme tinten. En dit is ook geen enorme oranje nude. Het is meer, ja, ook met toch iets rozigs erin. Dus dat matcht wat fijner. En wat ik ook zo fijn vind aan deze liquid lipstick is dat hij niet zo dik aanvoelt. De substantie is vrij dun, maar hij dekt wel echt heel goed. Dan de Fix Plus spray van MAC. Voelt lekker aan en voorkomt een poederig effect. Ziet er allemaal nog wat meer samengesmolten uit, heb ik het idee. De verschillende poeders. Mijn lievelingsparfum is Black Opium van Yves Saint Laurent. Die doen we er dan ook even bij. Ook daar wissel ik, maar deze draag ik wel de meeste dagen. Ik moet ook bijna mijn derde flacon gaan kopen, want ik kan niet eens meer het product zien. Dus dat betekent dat hij echt bijna op is. Dit is echt mijn lievelingsparfum aller tijden. En hiermee is eigenlijk mijn alledaagse winter make-up look helemaal af. Tenminste, één van degenen die ik dan vaak maak. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Dat je er ook wat aan hebt gehad. Dat ik iets meer door de video heen praat. Dus dat ik jullie wat meer informatie geef over de technieken die ik gebruik en zo. Als je het leuk vond, zou je me echt helpen als je een duimpje omhoog wil doen. En ik vind het ook altijd super leuk om jullie reacties te lezen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei doei!